wc-rollen. Lockdown gaat. En ons uitzicht hier. Ja? Oh. Oh, mag ik meespelen? Kijk. 1, 2. Zijn jullie samen met schoppen? Kijk dan. Nee. Oh. Gaat het? Ik duw binnen, maar het is allemaal goed. Oh, look. Nee, oh nee. Christmas. Shape. Ja. Lekker, lekker. Het is vandaag zondagochtend. We zitten hier nog heerlijk schuil in het knusse boslotjes van Recreatiepark Het Zand. En ja, het is zondagochtend. We hebben vanochtend even gebeden om wat rust en wijsheid in deze enge tijden. En we willen jullie als gezinnen ook heel veel rust en wijsheid toewensen. Wij blijven hier veilig in ons boshutje. Alleen op de camping. Met het gevoel dat er bijna niemand hier is. Het voelt een beetje eng en apart, maar buiten dat om blijven we alle adviezen opvolgen. Wat ook koning Willem op televisie zei, dat we afstand moeten houden, niet kunnen spelen met anderen die dicht bij ons staan. Niet in de speeltuin kunnen spelen met andere kindjes, dus ja, we zijn best ook wat mede zenuwachtig, net zoals jullie. Maar we hopen dat als deze video over 11 dagen online is, dat dat nare virus hopelijk weer weg is. Bidden voor iedereen, denk aan iedereen, dat jullie allemaal God zegenen. Kijk weer gezellig mee naar deze zondag. Kijk! Ja, mijn lieve Luan en Lucilla. Die zijn hier alweer lekker aan het kleuren. En TikTokjes kijken. En Woezel en Pip die zijn aan het strijden. Woezel en Pip. Hé, hey, Woezel en Pip. Ja, we gaan zo naar buiten. Lekker de kleertjes aantrekken. En dan een frisse huis halen. Zo, wij zijn... nou ja, de kinderen die zijn weer aan het kleuren. En ondertussen gaat het corona-gebeuren-crisis natuurlijk gewoon door. En ik moet heel eerlijk zeggen dat Daan en ik vanochtend ook echt hebben gepraat van oké, wat gaan we nu precies doen? Mama! Ik heb, mooi liefie, ik heb ook met mijn vader in Frankrijk en met mijn zusje ook natuurlijk contact gehad. In Frankrijk is alles helemaal dicht. Opa en oma Frankrijk die mogen niet meer naar buiten. Doei! Ik begrijp het nog niet helemaal. Die mogen alleen broodnodige dingen bij de boodschap, bij de winkel halen. Voor de rest moeten ze binnen blijven. Met tante Iris en met de Nine, oma Anthony gaat alles goed. Ook daar gaan alle scholen nu dicht en alle horeca gelegen en winkels en zo dicht. En mijn zusje die verblijft bij een stad bij de zee, zeg maar. Daar wonen hun tegenwoordig. En daar blijven ze nu dan ook. Dus voor de rest gaat alles goed daar. Waar is Klaar? Maar ook daar. Ook is er nog iemand in onze kennissenkring waarvan we te horen hebben gekregen dat hij dus corona heeft. En dat is echt wel zo'n heel gek besefmomentje te denken van... Wow, weet je. Je weet dat het dichterbij komt. Je weet dat heel veel mensen hiermee... Maar dat ook echt iemand, een bekende gewoon, het virus heeft. Ik heb er ook even gesproken. En nou, het wordt best wel gehoord dat het... Ik moet zeggen dat ik best wel heel hard mijn best moet doen om de positieve dingen zeg maar eruit te pikken. Omdat het gewoon heel gek is. Dus haar oproep ook is echt, ze zegt ook ik kijk je uit mijn raam, ze zit nou binnen. Ze zegt ik kijk uit mijn raam, mensen gaan boodschappen doen alsof er niks aan de hand is. Je ziet gewoon iedereen over straat alsof er niks aan de hand is, ze woont alleen in de stad. Ze zegt het is zo gek, want ik heb meegemaakt wat het dus is. Ze heeft het heftige gebeuren van het gebeuren meegemaakt. Ik zeg het liever niet hardop, maar ze zegt het is best wel heftig. En mensen staan er misschien nog helemaal niet zozeer bij stil. Dus alsjeblieft, blijf allemaal binnen. Dat is echt haar boodschap. En dus bij deze ook de boodschap naar jullie toe. Ik weet, onze video's lopen natuurlijk anderhalve week achter. Dus waarschijnlijk nu we anderhalve week verder zijn in de realiteit... zijn er alweer andere veranderingen op het hele corona gebeuren. Maar voor nu wil ik toch nog echt even zeggen, jongens, blijf binnen. Ook in de speeltuinen. Wij hebben natuurlijk hier een speeltuin waarbij het niet heel erg druk is. We merken nu wel dat in de middag het hier wel drukker wordt. En dan mogen de kinderen niet meer naar de speeltuin toe. Dus alleen in de ochtend is het nog niet zo heel erg druk. Maar ook vanochtend zagen we weer kids in de speeltuin. En gisteren ook was Lucilla, ja, die maakt natuurlijk heel makkelijk vriendinnetjes. We zijn met een vriendinnetje aan het spelen. En tuurlijk, ze probeert wel afstand te bewaren. Maar je merkt toch ook met kinderen is het gewoon een lastige gebeuren om afstand te bewaren. Omdat je toch gewoon als kind zijnde gewoon lekker speelt. En ja, voor de rest helemaal niet zozeer over nadenkt. En het is toch de verantwoording ook van ons allemaal zelf, jongens. Om hier zo verantwoordelijk mogelijk mee om te gaan.
Dus als het niet hoeft, blijf gewoon lekker binnen. En ook met wandelen. Wij zijn natuurlijk gisteren wezen wandelen. En er was inderdaad bijna niemand. Keken wij gisteravond het nieuws. Bleek dat half Nederland aan het wandelen was. En dan de bossen rondom de steden waren dan mega druk. Ja, dat is natuurlijk gewoon niet handig. Dus... Kijk, en ook dit soort dingen hebben wij natuurlijk ook. Dit soort dingen. Dit. En dat is ook heel normaal. Ga ook zeker niet denken dat wij niet dit soort dingen hebben. Ik denk dat ieder gezin met jonge kinderen dit herkent. En het is bij ons niet anders zo. Natuurlijk vloggen wij natuurlijk niet alle grote kibbelingen en ruzietjes die ze onderling hebben. Omdat we gewoon, dat vinden gewoon niet fijn dat dat allemaal zo op YouTube staat. Maar ik wil wel erbij zeggen, dat hebben wij ook. Ook bij ons slaat verveling wel toe. En dat ik iedere keer een poging doe om weer iets te bedenken om de kids te vermaken. En wel blij ben dat we nu nog... Kijk, dat bedoel ik. En ik wel blij ben dat we nu nog gewoon naar buiten kunnen. Ik heb het gevoel dat er een lockdown komt in Nederland. Tenminste, ik hoop dat wel. Omdat ik gewoon zie in de landen om ons heen. Dan zou het haast wel moeten dat er komt. Als er dus een lockdown komt in Nederland, dan willen wij wel gewoon in ons eigen huis zijn. Want dat betekent dus ook dat we niet meer naar buiten mogen. En dit huisje is natuurlijk best een klein huisje. Ik zal het even een beetje laten zien. Kijk, Daniel die zit daar trouwens in het zonnetje. Daar, buiten, even zijn e-mails te checken. Nou, dit is dus het keukentje. Ja jongens, het is niet helemaal netjes opgeruimd. Maar goed, daar kijken jullie wel doorheen. Hier hebben we de tafel neergezet. Daar heb ik ook mijn thuisschool, zeg maar. Hier hebben we de deur waar je dan binnenkomt. Hier heb je een heel klein woonkamertje. Waar we lekker chill wel tv kunnen kijken. Dan heb je hier nog een slaapkamertje. Dan heb je hier de slaapkamer van de kinderen. En dan heb je hier... Een wc'tje. Met wc-rollen. Wij hebben wc-rollen. Dan heb je hier het badkamertje. Super klein. En je hoort me niet klagen hoor. Absoluut niet. Want het is een heerlijk huisje. Kijk, we hebben hier de wassen. Doen we iedere avond als we dus gaan douchen. Het is heel primitief. Neem ik de was mee. Ik heb hier wasmiddel staan. We hebben hier geen wasmachine. Dus neem ik de kleren mee onder de douche. En als ik dan klaar ben met douchen, dan ga ik de was doen. En dan hang ik het hier op. Zodat we volgende ochtend weer schone was hebben. Ja. En mag ik misschien naar papa toe? Even wachten. Ja, gaan we zo naar buiten. En dan hier hebben we natuurlijk de slaapkamer van ons. Die slapen wij. Ja, ziet, dat is ook gewoon een heel klein kamertje. Dus als Nederland op lockdown gaat en wij allemaal binnen moeten blijven, is het best wel een heel klein huisje om 24/7 met elkaar door te brengen. Weet je, daar is ook de speeltuin. Als ik zo uit het raampje kijk, zien wij de speeltuin. Daar mag ik dan ook niet heen. Dus wij zijn wel het liefste gewoon in ons eigen huis. Want dat is natuurlijk een stukje groter dan dit huisje. Als het hele lockdown gebeuren erdoor komt. Dus wij houden echt heel nauwkeurig de berichtgeving in de gaten. Dan zou je denken, Farah, waarom ga je nu niet al naar huis toe? Nou, met de simpele reden dat we nu het nog kan. Nu we nog buiten mogen spelen. Nu we buiten kunnen spelen. Willen we gewoon van die gelegenheid wel gebruik maken. Het is hier heel rustig. Is hier echt... Bijna niemand op een paar mensen na, moet ik wel zeggen. Maar eigenlijk voor de rest. Kijk, het enige wat je hoort zijn de vogeltjes. Daar zit daar. Kijk, en dit is even. Kijk, ons uitzicht hier. Ja, weet je, en als dit nog kan. Hallo papa. Ja, toppie. En als dit dus nog kan, hier in dit bos, dan zijn we nog liever even hier dan dat we nu al in ons eigen huis zitten. Want wij wonen in een grote stad, Isvolle. Daar zijn ook best wel veel, ook al best wel veel corona gebeuren allemaal. Daar heb je ook best wel weer wat risico. Ook daar zijn de supermarkten nog voller dan dat ze hier zijn in dit dorpje hier. En als de kinderen daar buiten gaan spelen, hebben ze sowieso meer kinderen om hen heen. Omdat we in een woonwijk waar kinderen wonen. Dus ja, kijk, goedemorgen. Je moet wel even het jasje aandoen, ja? Het is nog een beetje frisjes. Lux, ook even het jasje aandoen? En dan gaan we zo even fris neus halen. Dus nu het nog kan, gaan we nog even lekker hier buiten spelen. En we spelen vooral in de ochtend buiten, omdat het dan sowieso nog wat rustiger is. Je merkt in de middag, de camping is nog niet officieel open. Maar er zitten wel wat mensen die hier permanent een huisje hebben. En mensen uit het dorp, die komen hierheen om hier te spelen in deze omgeving. Oh, ik ga je jas pakken. Dus we merken wel, als het dus middag wordt, wordt het dus wat drukker. En dan proberen wij die drukte dus juist te vermijden. Om dus weer gewoon lekker binnen te chillen. Omdat de kinderen dan in de ochtend al een beetje hun energie kwijt zijn geraakt. Dus doe maar wel een jasje om. En je jasje, die is van Lucilla. Die. En die.
Kijk eens, die ziet er netjes uit. Och, kerel, hartstikke mooi. Die is van jou. Ja. En die. En de jas. Dus wij gaan nu eventjes lekker naar buiten. Even kijken wat er nog beleven valt. Ja, dank u. En dan kunnen de kinderen een beetje de energie nog kwijt, voor zover het nog kan. En ja, wellicht is er al een lockdown op het moment dat deze vlog online komt. Maar goed, wij lopen dus achter. Dus hou even rekening mee met wat jullie zien op YouTube. Dat dat niet een realistische tijd is van waar we in nu zitten. Omdat de ontwikkelingen gaan zo snel, jongens. Dus het zijn gekke tijden. Zorg goed voor elkaar. Gezond eten, heel belangrijk. Eet zoveel fruit en groenten als je maar kan. Drink veel water, want ook water drinken is heel goed voor je. Zodat al die dingen die binnenkomen snel weer uit je lichaam spoelen. Dus dat ook doen. Ik heb bij oefend dat ik voor de hip. Dat heeft ik. En ja, probeer toch echt dingetjes te gaan ondernemen. Ook al bij je thuis. De kinderen hebben net dus vanochtend getekend. Gaan met elkaar spelletjes spelen. Verstoppertje door het hele huis. Bij ons is het natuurlijk niet zo'n heel groot huisje. Maar als je eigen huis hebt, dat is ook natuurlijk heel erg leuk om te doen. Zolang je nog naar buiten kan, probeer naar buiten te gaan. Op het moment dat er niet zoveel mensen buiten zijn. Met name in de ochtend. En als je een lekkere grote tuin hebt, dan heb je vet geluk. Want dat is gewoon super relaxed natuurlijk. Wij hebben niet zo'n hele grote tuin. Wat is het schenkje? Ik heb de hik en dan wil ik heel graag onder de koek. Ja, we hebben een heel leuk trucje voor als je dus de hik hebt. En wat gaan we dan altijd doen, Sil? Water drinken. Water drinken. Even kijken. Oh, wat heet. Water drinken onder de kop. Dan pak ik hier een watertje. Zo. Dan geef ik Lucilla, mag ze even een slokje water drinken. Ik ben benieuwd of dit ook bij jullie werkt, als jullie de hik hebben. Moet ze het water in de mond houden. En dan ga ik Lucilla op de kop houden. Zo. Opgedrinkt. Heb je het al opgedronken? Is het al weg? Ja. Kom hier. Geef me je arm. Oh nee. Is je hik weg? Weet ik niet. Moet even wachten. Volgens mij is hij weg. Ja. Oh nee, hij is er weer. Nou, we gaan het nog een keer proberen. Nou goed, ik stop weer met mijn lange gepraat. Het was weer even de corona-update gebeuren. Ik hoop dat met jullie alles goed gaat. En dat jullie veilig blijven. Veilig zijn, gezond zijn. Help elkaar, bid voor elkaar. En ja. Gekkie. En blijf vooral ook een beetje lachen. Ondanks alle ellende die we om ons heen zien. Want ook dat helpt jezelf, denk ik ook weer. Oké, ik ga lekker met de kinderen buiten spelen. En met de honden en met papa. Mocht je niet meer naar buiten kunnen, geniet alsnog even van deze buitenspeelbeeldjes. Dat gevoel hebt dat je even mee naar buiten gaat. Nu wij het nog kunnen. En ja. Wat kan ik nog meer zeggen? Oh jongens, wat heerlijk. Dat zonnetje op je gezicht. Wat kan je er extra van genieten. Dat dan nu dat zonnetje zo lekker schijnt. Moet je kijken hoe heerlijk. Nou, wij lopen. Kijk, dat is ons huisje. We lopen even naar de speeltuin. Niemand in de verste verte te bekennen. Gek is dit eigenlijk hoor. Kijk, en daar hebben we de speeltuin. Mogen ze? Nee, er is niemand in de speeltuin. Dan mogen jullie erin. Ga maar spelen. Ga maar in de speeltuin spelen. Ja, Luxie ook meespelen. Even lekker energie kwijt hè jongens. Ja. Ja, wat wil jij? Ja, waar wil jij heen? Waar wil jij heen? Kijk, dit is ook nog best wel een hele leuke speeltuin. Dus het is ook wel logisch. Ja, leg hem even daar neer, schatje. Het is natuurlijk ook nog best wel een hele erg leuke speeltuin. Het is ook wel logisch dat mensen hier in de middag heen trekken om je te vermaken. Maar goed, nu is het dus nog lekker rustig. En dan kunnen we nog eventjes lekker schommelen. Wat kan je dan genieten van een schommel? Woeie! Mama, ja, kom hier. Kom hier jij. Kom hier. Jij ook erin? Ben je erin? Ben je twee? Oh, boom. Ja. 1, 2. Nou, Luxie weer in de schommel. Luxie weer in de schommel. Oei. Oei, zachtjes hè? Ja, zachtjes. Oeh. Oh, nee, Lux. Lux, je moet niet naar voren hangen, liefie. Je moet niet naar voren hangen. Je maakt er een hele attractie van. Gewoon recht blijven zitten. Zo, ja. Gewoon goed blijven zitten. Ja. Hé, hey, trap die bal, vader. Trap die bal. Ik weet niet of je hem ziet. Daar staat Daniel. Yo. 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 Oh, no.
Nou, we hebben hier een bal. Wie wil de bal? Daar komt hij, hè? 1, 2. Oh. Oh. We hebben de bal weer. Jong, jong, jong. Oké, okay, Lu. Luan. Ja? Oké, niet hoog, ze gaan springen. Ja. Wie was er hoger, Luan of ik? Wie heeft er gewonnen? Mama! Mama! Nou, die Silla die samen met Beer aan het springen, hè, Sil? Ja. Wat kan jij hoog met Beer? Nee. Oeh! Kijk! Ik zie het, ja. Ja, en als je eenmaal begint, vader, Appel. Kan je niet meer stoppen. Appel. Heb je de bal? Dan wilt ze alleen maar dat ze geduwd wordt. De hele dag. Appel! Ja, ik zie. Wat je beer is eruit gevlogen. Hier. Hallo, mag ik meespelen? Dat is een meisje. Oh, is het een meisje? Daar gaat hij, hè? Wow. Kijk. Zo wipwap je met beer, hè? Ja. Ja. Wat ga je doen? Ga je zweven? Oh. En we gaan weer op het springkussen. Hey. Hey. 1, 2. Wow. Zijn jullie samen met schommelen? Oh, zit jij met Beer in de schommel? Oh ja, daar zit Beer in de schommel. Dat is leuk, liefie. 2-1, hè? Wat heb jij nog gedaan? Benen naar voren, benen naar achter. Goed zo, Lucilla. En Beer ook. Ja, Beer, oh, Beer ook duwen. Ja. 1, 2. Zo. Beer ook. Woezel, die durft niet op een springkussen. Oh, Woeska. Waar is dat Woezel? Oeh. Oh, hij gaat er toch snel weer af. En Pip vindt het niet zo erg. Ja, Pip durft het beter, hè? Ja, ja. Pip die springt er zo op. Pip vindt het wel leuk en die denkt dat pak me dan als je kan. Ja. Ach, moes op Pipje. Oh, kijk, hebben ze weer een tak. Ja, hebben ze weer een tak. Oh, ja, samen met de tak. Samen delen. Samen delen. Ook jullie zijn broer en zus. Ja? Okay. Oh ja, één aan de ene kant en de ander aan de andere kant. Kijk dan. Kijk dan. Ah, oh, hoezo Pipje. Oh, ja, pak hem. Ja, liefie. Ja. Oh, goed zo. Ja, ga maar spelen. Het zonnetje is wel lekker vandaag, hè? Ik hoop dat bruin. Alleen ik heb een baard. Als ik hem afgeef, heb ik zo'n hele witte baard. Ja. Hoe werkt ze? Nou, het is nou extra lekker om nu even buiten te zijn. Frisse neus is wel gezond. Natuurlijk, maar als niet het kan. Om andere mensen helaas. Nee. Oh. Ik dacht veel harder. Ja, ik zag het. Ging super hard. 1, 2. Wee. Ja, ging een koprol doen. Wee. Wow. Alles goed? Het is die fiets. Die zit wel voor je papa. Wie zit daarop dan? Nu is Luan. Luan. Ben je het gewichthef dingetje van papa? Oh, ho, ho, ho. Gaat het? Ja. Oh, gelukkig. En wat gaan we doen, Lu? Jij gaat van de glijbaan. Wij gaan van deze glijbaan. En die gaat? Een beetje hard. Een beetje hard. Standje 9 of 8. Nee, 9 of 8. Nou, dat is inderdaad wel hard. Ja. Als 10 het hardst is. Ja. Nou, niet echt te hard. Een achtbaan gaat wel veel harder. Ja. Oké, okay, nou gaan we eerst hier naar boven klimmen. Een heel leuk ronddraaitrappetje naar boven. Zo. Ga jij eerst? Zo. Mam. Ja. Eerst ga jij. Oké. Okay. Oh nee, eerst de Silla. Oh, eerst de Silla. Ga jij Beer straks stuwen? Ik duw Beer naar beneden. Oei. Daar komt Beer aan. Oké. Okay. Oei. Je mama. Ja. Zo. En nou Luan, kom maar jongen. Ik kan hier op klimmen. Oh, dat was niet zo hard. Jij gaat echt veel
draaien. Ja, ik reed heel hard. Zachte. Ik heb een zachte jas aan. Ja. Ja, die glijdt heel lekker. Maar mag dan op jouw schoot? Ja, dat mag. Ja, want dan ga ik lekker hard. En Lucilla gaat zo naar boven. Dat doet ze ook al een hele tijd. Lucilla is een klein klimaapje. En daar komt ze. Oh, ja. Ik moet even een voetje. Voetje. Kijk. En dan klimt ze hier helemaal naar boven. Dan heb je wasjes in je zak zitten. Ja. Wie dat dan weer vandaan? Van school. Van school, oh. Ja, okay, nou, kijk. En als jullie even denken, gaat het allemaal goed? Nou, dit heeft ze misschien wel al 10 keer gedaan. Tot nu toe gaat dus alles goed. Ja? Hier moet je mee helpen. Ja? Hier een voetje. Ja? Heb je hem? Ja, Sil. En daar is ze. Helemaal boven geklommen. Goed hoor, Sil. Daar is Lucilla. Nou, Sil, dit mag je niet alleen doen, hè? Oké, kindjes die dit kijken. Dit heeft Lucilla al heel vaak gedaan. En dat mag je niet doen zonder mama en papa in de buurt, hè? Ja, maar ik was zo. Nou, daar gaat ze. Woehoe! Oké. Okay. Yay! Ik weet niet of dat past, hoor. Oké. Ja? Gaan we. Moet je wel liggen? Ja. 1, 2. Oké. Okay. Nou, we gaan dus nog een keer. Komt u maar. 1, 2. Oké, nu gaan we op Bart. Oké, nou jij weer. Ja, jij ook. Oké, wie het eerst erboven is. Wie het eerst erboven is. Haha, dacht al niet dat je ging winnen van mama. Hij is nog het stem af. Boven. Boven, je bent al boven. Ja, je hebt gewonnen. Nou, doe je. Het blijft leuk. Wow. Weer. Kijk eens, een duo schommel. Wow, wat gaan jullie hard. Nou. Oh, Luan, pas op, jongen. Pas op. Ja, mama heeft dikkere beentjes dan Luan. Ja, dat is een feit. Zo, nou, wij zijn weer aangekomen bij ons gezellige pashuisje. De laarsjes uit. Sokken voor de hele week. Ja, het is ook echt zo ook nog. Het is geen grapje, het is gewoon echt zo. Nou, kom hier. De jas gaan we uitdoen. Okay. De hele week heb je die aan. We hebben het wel iedere keer in de douche weer gewassen, maar toch. Hé, hey Sil, wat gaan we doen als we binnenkomen? Het eerste? Handen wassen. Handen wassen, dat gaan we doen. Aan mijn haar wil doen. Aan je haar wil doen. Aan je haar wil doen. En jij? Gaat Luxie ook de handen wassen? Nee. Nee? Oh nee, Luxie is 2, ja. Die gaat geen handen wassen. Nee. Maar mama gaat wel je handen wassen, goed? Oh ja, mama wil je handen wassen, hè? Ja. Ja, Luan ook de handen wassen? Ja, ik ga doen. Ja, eerst de handen wassen voordat we binnenkomen. Dat is het eerste wat we gaan doen als we weer thuis komen. Mami. Zo. Kom maar, Lux. Zo. Zo. Nou, binnen. Ga maar staan. Hoppatee. Zo, wil je ook handen wassen? Het beste is even uit een zeepompje zeep te pakken. En dan gaan we eerst even goed de handen wassen. Probeer ook de handen wassen. Ja, eigenlijk moet Beer ook de handen wassen. Hè? En even goed wassen. Kun je er geen liedje bij bedenken? Wassen, wassen, wassen. Handjes wassen. Heel mooi schoon. Heel mooi schoon, samen handjes wassen, samen handjes wassen. Heel mooi schoon, heel mooi schoon. Goed zo, nou Lucilla, handjes wassen. Handjes wassen, heel mooi schoon, heel mooi schoon. Samen handjes wassen, samen handjes wassen. Heel mooi schoon, heel mooi schoon. Shape, ja, handjes tegen elkaar aan. Ja, de kraan aan. Oh. De afwas staat hier trouwens nog, als jullie denken, moeten we nog even doen. Oh, dat is schoon. Oké, okay. Nou goed zeg. Wassen, 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 wassen. Goed zo, Luxie. Zullen we lekker een broodje eten? Ja, ik heb een paastel. Een paastel? Een paastel? Het is bijna Pasen. Ja. Ik heb een paastel gegeven door dat vader. Oeh. Lekker, lekker. Ondertussen zitten wij lekker aan een stukje paasbrood.
En je moet zeggen dat het heerlijk smaakt. Smaakt het lekker? Na zo'n speeltuin-uitje. Jongens, eet smakelijk. Ja, eet smakelijk. Ja. Lucilla heeft een hele mooie tekening gemaakt alweer. Een heel mooi kunstwerk. Gek op tekenen. En Luxie ook, Luxie. Die had jij gemaakt. Ja. Dat was Luxie's tekeningen. Ja. Nou. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Het is alweer een tijdje verder. Ik heb zojuist de vlog geëdit wat jullie net hebben gezien. De kinderen zijn even lekker aan het chillen daar op de bank. Daniel die heeft net nog eventjes hier buiten in het zonnetje gezeten, daar buiten. Ja, gemediteerd en een dankgebedje. En ik ga nu deze vlog afsluiten, want zoals jullie hebben gemerkt aan de afgelopen vlogs, hebben wij wat uitdagingen met de internetverbinding. Daniel moest iedere keer een paar kilometer rijden om naar een goede internetverbinding te gaan bij Dave bij de ranch, waar we ook de cowboy serie hebben opgenomen. Gisteren dacht hij van, nou, misschien kan ik het dan toch gewoon via de camping doen. Dus is hij bij de receptie geweest om daar te werken en daar de vlog up te loaden. Maar dat duurde, Daan? Duurde langer. Ze zijn nu van het weekend ook dicht. Ja, dat duurde echt heel lang. Ze zijn nu ook dicht van het weekend. Dus we hebben nu geen internetverbinding waar we deze vlog kunnen uploaden. En aangezien we bij de internetverbinding toch al een tijdje bezig zijn met uploaden, hier hebben ze geen glasvezel, wat wij thuis wel hebben. En deze vlog, dit bestand van deze video is heel groot. Het duurt zo'n 3 uur. Het duurt soms zoveel 3 uur om dus de video up te loaden. Ja. Vandaar dat wij nu de vlog even iets eerder afsluiten. Zodat Daniel nu naar die internetverbinding kan uploaden. Moet hij wachten tot hij upload staat. En dan kan hij hem voor jullie inplannen en dat soort dingen. Dan is hij niet vanavond om 12 uur pas thuis. Maar dan gewoon weer een beetje betijds thuis. Yep. Ook wel zo fijn. Maar volgens mij hebben jullie best wel een leuke vlog gezien vandaag. Dat dacht ik ook. Dus nou, bij deze vond je het weer een leuke vlog. Doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. En wij doen ons uiterste best om voor jullie iedere dag een leuke vlog voor jullie te maken. Om even je gedachten ergens anders op te focussen. Hou je hoofd cool en in God we trust. Tot morgen. Voeg je hart, boem boem mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem. Boem boem mee, dans mee.